Hallo en welkom bij Paul's Model 2 Staff. Het is even geleden dat ik weer een aflevering gemaakt heb. Ik had een klein ander projectje met 800 LEDs waar ik mee bezig was. Voor kerst. Dat heeft nogal veel tijd in beslag genomen. En ook heb ik de zolder een beetje verbouwd, wat dingen verschoven. Dus ik kan ook nu niet veel meer dan hier wat doen. En dat ga ik dan ook doen. Want Beurs Houten is geweest. En Beurs Houten, ik ben daar met een heleboel van mijn spullen heen gegaan waar ik vanaf wilde. En ik ben daar met een heleboel spullen weer teruggekomen. Ik had namelijk een heleboel, wel van de vorige keer, P2D postwagens van de 008. Ik heb er één gehouden. 008. Ik heb mijn 001 gehouden. De rest heb ik weggebracht en daar heb ik wat geld voor gekregen, plus de 048 en de 019. Dus nu heb ik vier verschillende P2D postwagens in plaats van de hoeveelheid die ik eerder had en allemaal een ander nummer. Daar ben ik blij mee. De baan is nu niet in een toestand om mee te gaan rijden, zoals ik al zei. Als dat wel zo is, ga ik dat ook zeker doen. En dan ga ik ook deze op de baan zetten. Ja, je kunt natuurlijk niet ergens met geld rond gaan lopen en het niet uit gaan geven. Een Pico Expert. En hier zit in. Kijk eens aan. Waar de NS nu mee rijdt met een Intercity's op de lijn. Den Haag, Rotterdam. Den Haag, Breda of Eindhoven zelfs. En de oude Intercity Direct. En volgens mij rijden ze ook meer naar België. Zo. Handleiding. Kijk, het is voor mij een nieuwe doos. Ik koop niet zo heel vaak nieuwe treinen. En deze is zeker topje op mijn lijstje. Maar nieuwe verpakking. Ik moet hem allemaal nog gaan bekijken. Want ik heb dus weinig tijd gehad. Ik vind het lijken op de Märklin verpakking. Misschien zijn de bedrijven inmiddels ook één. Ook dat heb ik niet echt bijgehouden. Het gaat hier dus om een uit mijn hoofd 169 of was het de 100? De 189 of de 186? Dat zal vast voorop staan. Ja, de 186. Is nog. Volgens mij heb ik hem analoog gekocht. Moet hem dus nog digitaliseren. Omdat ik toch decoders genoeg had. En ik vind het geluid eigenlijk nooit echt heel erg fijn. Dus ik heb er enkele met geluid. Maar de meeste niet. Deze is in essentie dezelfde als de Vira varianten die ik hier ook nog ergens heb liggen. En hier komt hopelijk nog wat meer NS-materiaal achter te hangen voor op de baan. Nou, dat was mijn opbrengst. En ik heb nu de hele week de tijd om te gaan werken aan zo, mijn eindejaars aflevering. En ik heb ook een heleboel tijd om. Zo, ik zal het even meenemen. Ja, dit verder nog op te ruimen. Deze ontzettende zooi. En ik hoop aan het einde van het jaar inderdaad hier nog wat op te hebben staan. Bedankt voor het kijken. En ja, ik denk dat ik wel kan zeggen tot volgende week.